Stofzuiger, die kun je tellen. Maar als je gokt op de laatste treden, is het een keihard spel. Dan is het alles of niks. En alles is, Pierre, na 10 minuten. Heel Nederland weet het nu. Die twee koffertjes met 50.000 gulden zijn inderdaad te winnen of te verliezen. 10 minuten spelspanning en ze zijn misschien voor u de 50.000 gulden. Wij wensen u veel succes. Frits en Fred, we gaan ze naar boven brengen. Kijk maar, die kant gaan ze uit. De trap in volle ornaat. En je weet het, alles is toegestaan, tenzij de zaal niet meer kan helpen. Mogen ze ook niet helpen, luister allemaal goed naar de spelregels. De klok gaat direct pas lopen als de eerste opdracht in handen is. Ik mag meedoen, de zaal mag meedoen. Laten we kijken hoe snel we er doorheen komen. Eerst gaan we vragen hoeveel geld de eerste treden vanavond waard is. 1000 gulden, dat is om klein te beginnen. Nu gaan we de opdrachten doen. Wat doen we? Nummer 3. Jullie gaan dwars door elkaar heen. Ik ben benieuwd wat nummer 3 is. De klok gaat nu lopen. Een vraag voor de telefoon. Voor de telefoon, hoe heet de straat in Enschede waaraan het textielmuseum ligt? Hoe heet de straat? Weet iemand dat? Wat? Kom hier, kom hier. Wat? Haaksbergenstraat. Ja! Ja, Haaksbergenstraat. Ga door, stop je. Kom op, jongens. Je gaat door. 1 kom ik in handen tegen en de klok stopt. Wat had je genomen? 1000 gulden of de prijs? Kom maar een beetje dichterbij. De prijs. Pierre, wat hadden ze dan eventueel gehad? Men zegt vaak, u gaat naar de knoppen. In deze sterrenshow had u goed naar de knoppen kunnen gaan van deze fantastische audio cue. Je hebt er een weggegeven. Ja. Je had er een teruggehaald, maar goed. Dat was hem. De klok gaat lopen op het moment dat we de tweede treden in geld kennen. 4000 gulden. Oh, een vraag in de zaal. Haal minimaal 10... Die dingen worden bijna nooit meer gedragen. Die kunnen nooit meer gedragen, die dingen. Wat? Bretellen. Wie hebben er nog bretellen, mannen? Haal minimaal 10 bretellen. Kom maar, daar naartoe, jongens. 10 bretellen. 1. Help me, jongens. Waar kan ik halen? Ja. In hoog tempo. 2-1 is hier. Frits, kom maar vast. Kom maar vast. Gooi maar naar me toe. En maar halen, en maar halen. De volgende is 1. 10 bretellen. Waar, jongens? Waar nog meer? We hebben ze nodig. Ja. Dat valt tegen. Daar, jongens. Achter in de zaal helemaal. Komen we tot 10. Frits, Fred, kom op. 1, 2, 3, help even. Help nog 7. Nog 7. Nee, heb je niks aan. Nog 7. Help die man nog eventjes. Help die nog man. 7. Ja, dan komt die man. Fijn, kom naar voren toe. Ja, kom maar, dan kom er maar bij. Nog 6, dankjewel. Nog 6 bretellen. Man, er is een nabo. Je hebt 2 kanten te trekken. 6 bretellen nog, 6. Kom nou even. Doe je jasje er even uit. Wie in de zaal heeft er nog een bretel op? Hey, doe je jasje er even uit. Daar achterin. Doe je jasje er even uit, man. Doe ze er even snel uit. U hebt nog precies. Ja, daar achterin. 8 minuten. Daar komen er weer. Daar komen er. En dat is 1 erbij. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Even, ik tel nog even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 2, jongens. Nog 2 vertellen. Nog 2, ja. Nog 1 vertellen. De laatste. Waar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, de laatste. Ja, daar komt hij aan. De laatste betaald. De laatste. 1 nog. Wie nog? 1 bretel. Niemand. 1 bretel nog. Heb je er 1 op je? 1 bretel nog. Had je het geld genomen of de prijs? Prijs. Wat hadden ze dan gehad als prijs, Pierre? En we merken een pers of een Japaner en bier iets. Het verschil is,
Het een is een film met Gene Kelly. Het andere is ook een film met u in de hoofdrol. Dat had zo kunnen zijn. U was er met de autotrein naar Zuid-Frankrijk gegaan. U had zakgeld 1500 gulden meegekregen. En een nieuwe auto. Het razend knappe karretje. Dat was de prijs geweest. Met de trein naar Frankrijk. 1500 gulden zakgeld. En een nieuwe auto bovenop de trein. Daar gaan we. We hebben 6.48. We moeten heel snel door deze opdracht heen. 6.000 gulden, klok gaat lopen. Ga erachter staan, ik help je. Hoger, lager is het spel. Jullie bij achter. Twee vragen over de NS, één vraag over de KLM. Hoeveel reizigerstreinen van de NS vertrekken er per dag? Roepen. 1500. Hoger. 3.000. Hoger. 10.000. Nee, lager. 9.000. Lager. 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000. Hoger. 4.500. Lager. 4.250. Hoger. 4.750. Nee, lager. 4.300. Hoger dan 4.300. 4.350. Hoger. 4.375. Lager. 351. 4.351. 52. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Ja, door. 57. Hoger. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Ja, 70. Hij komt nog volgende. Uit hoeveel mensen bestaat het cabinepersoneel van onze nationale luchtvaartmaatschappij? Hoeveel mensen cabinepersoneel? 4.000. 18. Lager. Veel lager dan 4. Veel lager dan 4.000. 1.000. Hoger. 1.200. Hoger. 1.300. Hoger. 1.400. Hoger. 1.700. Hoger. 1.800. Hoger. 1.900. Lager. 1.850. Hoger. 1.855. Hoger. 1.856, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82. Ja! Van de Nederlandse spoorwegen zijn in ons land, de derde en laatste. Hoeveel stations? 140. Hoger. 170. Hoger. 320. Hoger. 330. Hoger. 40. Hoger. 50. 51. 351. Ja! Tijd 4.57. Weet wat je doet. Overleg. De spiraal zit er nog in en er zit nog een ander spel in. Stop. Stoppen. Wat zegt de zaal? Eentje door. 4.41. 4.39. Eentje kan nog. Overleg goed. Zaal, wat zeg je? Zeker weten stoppen. Eentje nog. Eentje nog of niet? Als het de spiraal is, kunnen ze hangen. Nou, nu een beslissing. Gestopt! Ja! Welke opdracht? Welke opdracht had je genomen? Ze hadden twee genomen, we hadden gekeken wat je dan had gehad, of het een spiraal was geweest. Nee, het was een golfspel geweest. Een golfspel. Daar gaat het gebeuren, er staat 11.000 gulden klaar voor je. Maar liefst 11.000 gulden. Maar er is ook de mogelijkheid om zelf de mooie prijs of de zeeper die er nog bij is te kiezen. Luister heel goed naar het schot voor de boeg dat Pierre ter linkerzijde van de trap aanbiedt. Wat wilt u kopen? Knollen of citroenen? Ik laat u de keus. Wat wil je kopen? Knollen of citroenen? Wat zou je dan kopen? Citroenen. Zou je citroenen kopen? Maar ter rechterzijde, Pierre, ook nog een schot voor de hoek. Kwaliteit maken wij samen. Beestachtig goed. Kwaliteit maken we samen. Beestachtig goed. De zin wordt vaak gebruikt. Maar 11.000 gulden links of rechts? Zeg het maar, Fred. Papa Frits. Wat denk je? Schot voor de boeg ter linkerzijde. Nog één keer, Pierre. Wat wilt u kopen? Knollen of citroenen? En ik laat inderdaad u de keus. Wat zei je tegen mij? Knollen of citroenen? Je zei dus citroenen. Daar nog één keer. Nog één keer goed horen. En geef de nadruk, Pierre. Rechterzijde, schot voor de boeg. Kwaliteit maken wij samen. Beestachtig goed. En nou wil ik het weten. Dan gaan we eerst kijken wat je niet neemt. Rechts niet, voorlopig. Nee, rechts niet. Pierre, wat missen ze ter... Weet je het zeker? Nee, links. Links zou je voor... Rechts. Wat missen ze ter rechts? Dan neem ik dat niet. Ter rechterzijde nemen ze niet, Pierre. Dat zou zijn geweest. Natuurlijk. Beestachtig goed. Geheel verzorgd. Punctueel. Zorgzaam, betrouwbaar en vriendelijk vliegend over Afrika. Uw land en had dan verblijf
Voor twee personen, Nairobi op safari, beestachtergoed, 7 dagen. Dat mis. Dus, dat betekent dat we Nairobi niet hebben. Je vliegt over Afrika, zegt jij, je had op safari gegaan. Jullie staan nog steeds na te denken. Het moment komt van de 9e sterrenshow. 11.000 gulden of de linkerzijde? De linkerzijde. Ger, mag ik nog één keer het schot voor de hoek horen? Wat wilt u kopen? Knollen of citroenen? Nou, en zeg het maar. U moet kiezen. Nou mag je kiezen, definitief. Nu. Ja. Ze nemen niet het geld, Pierre. Oh, citroenen is zo zuur als het maar kan. Zij nemen niet het geld. Pierre. U liet zich geen knol voor een citroen verkopen. Wil je nog terug? Fantastisch. U hebt dit Franse staaltje autotechniek van u af aan als Shaggy X. Deze vindt de garage, maar niks. Over een week te komen vanuit Deventer. Dankjewel. Farah Sterrenshow heeft ook vanavond weer mensen de kans gegeven. U zag Joke Sneller en Tineke Wilhouders, Jolande van der Brekelen en Sigrid Wintermans en de winnaar Frits en Fred van der Bens. Zij gaan naar huis met de baklompen, de vaderhits en de videorecorder. 85 gulden en dat citroentje in plaats van knollen. Willem Ruijs presenteerde de 9e sterrenshow vanuit Winterswijk. Wij hopen dat u thuis genoten hebt. Vanavond breken wij de tent weer af.